We zijn vandaag bij Kivo Plastic Verpakkingen in Volendam. Ja, Kivo, zoals de naam al zegt, maakt flexibele, dunne folies. Ja, voor eigenlijk een breed scala aan verpakkingstoepassingen. Wij maken plastic op basis van polyethyleen, PE. PE, daar kun je echt dunne folies van maken. Dat proces noemen wij blaasfolie-extrusie. Zo'n kleine plastic korrels blazen wij eigenlijk folie. De folie wordt opgerold, grote rollen. En die kan ook na extruderen ook nog bedrukt worden of gelamineerd worden of tot zakken gemaakt worden. We zijn ook een 24-uurs bedrijf, dus planning en verkoop heeft enorm veel aandacht. Goede ontwikkeling doen, goede vernieuwing van de producten die wij de klant aanbieden en een constante kwaliteit. Dat is eigenlijk de kern van wat wij doen. We zijn ook bezig met life cycle assessments. Dat zijn omvangrijke studies om echt te zien van over de gehele levenscyclus, van grondstofwinning tot aan recycling. Wat is nou de uitstoot op CO2-gebied, op materiaalgebruik, afval? En vergelijk dat ook met andere materialen voor vergelijkbare toepassing. Dus wanneer je het van papier zou maken of van een ander type plastic. Er is veel onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is er ook samen met Knas dus een joint venture uitgekomen. Rex in Kosovo. Daar verwerken wij plastic afval vanuit bijvoorbeeld de retail-industrie. Dus van grote supermarktketens en distributiecentra. Er komt enorm veel plastic afval in vrij. Neem een kleine kledingzaak. Als je kijkt wat die aan plastic afval al heeft, dan kun je je voorstellen wat een supermarkt zoals Albert Heijn of Jumbo zou hebben. Al dat afval ging voorheen vaak naar Azië. Daar konden ze al dat afval scheiden naar transparant, naar gekleurd. Dat hebben wij nu opgezet in Kosovo. Daar staat een fabriek waar wij met handjes aan een lopende band staan ze het plastic uit elkaar te halen en te scheiden in de verschillende compartimenten. En per compartiment kunnen wij dat weer apart wassen en recyclen. En dan heb je een grondstof eigenlijk, een gerecyclede grondstof die vrij zuiver is. Die grondstoffen die zagen wij niet op de markt beschikbaar, maar nu we het zelf produceren, zijn we dus in staat om grondstoffen vanuit eigenlijk post-consumer afval, om dat weer opnieuw in te zetten in toepassingen waar dat voorheen al mogelijk was. Bijvoorbeeld krimpfolies, zetten wij nu al enorm veel recyclaat in. Potgrondfolies, dat zijn dan non-food toepassingen. Maar ook zandzakken, inzamelzakken. En er zijn partijen die van ons het recyclaat kopen, die ook heel ver zijn met testen om het ook in stretchfolie weer in te zetten. Zo ben je ook in staat om de cirkel te sluiten. Dat is eigenlijk het hoogste doel. Dus zo hoog mogelijk recyclen, of eigenlijk upcycling zoals ze dat noemen. En downcycling zoveel mogelijk vermijden. Een jaar of 6 geleden waren we wat bezig met de strategievorming. Alles wat we dan doen moet vooruitstrevend zijn, moet ook duurzaam zijn, het moet een toekomst hebben. En daaruit voort is de stelling geboren dat we Kivo duurzaam willen voortzetten over generaties. Op imagogebied eigenlijk de kleine dingen kan je natuurlijk ontzettend veel doen, zoals duurzamere voertuigen, zonnepanelen. Alle daken liggen vol met zonnepanelen, verlichting met sensoren, al dat soort eigenlijk de kleinere dingetjes die je kan aanpakken. Plastic verpakkingen zijn gek genoeg toch voor enorm veel toepassing, het meest duurzame alternatief. Dus wij keken ook kritisch naar ons eigen portfolio en die is ontzettend divers. Je kan denken aan voedseltoepassingen, krimpfolies voor flesjes en blikjes, boterfolies om boter en margarine mee te verpakken. Niet voedseltoepassingen zoals potgrondfolies, cementzakken. Wat Kivo wel altijd al deed was diktereductie. Proberen met zo'n dun mogelijke folie toch de eigenschappen te behouden om de goederen te kunnen verpakken of vers te houden of te transporteren. En Kivo is daar heel goed in geslaagd. Nou, dat is je eerste milieuwinst. Maar daardoor had de verpakker zo enorm veel minder plastic nodig. Minder afval, minder productie, minder transport, minder opslag. Dat telt overal in door. Dus de reductie is echt een absolute winnaar als je kijkt van wat kunnen we doen. Hoewel plastic een negatief imago heeft, denk ik dat ingegeven wordt door vaak onvolledige informatie. We zien nu gelukkig ook om ons heen, ook op tv, dat er steeds meer aandacht komt ook voor de positieve voordelen die plastic heeft. Maar wat het wel is dat je gewoon als hele keten je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat zie je wel steeds meer gebeuren. Dus ik zie ook wel steeds meer, en ook in de toekomst nog veel meer, echt samenwerkingen binnen die keten gebeuren. Ik noemde eerder al het sluiten van de cirkel. Ja, dat kan je niet in eentje. Dat doe je met een recycler, dat doe je met een plastic producent, dat doe je met een verpakkend bedrijf of een voedselverwerker of een verpakker van potgrondfolie. En uiteindelijk ook met inzamelaars en gemeentes misschien wel. Dus je moet daarmee samenwerken, zodat je echt die juiste stromen gescheiden blijft houden, zodat je het ook weer kan opwerken tot goed materiaal. Maar daar gaan veel ontwikkelingen plaatsvinden om te kijken hoe kan je nu ook recyclaat, of misschien wel middels chemische recycling, is toch een ander proces, toch weer grondstoffen vervaardigen die je kan inzetten in voedseltoepassingen op een veilige manier. En uiteindelijk denk ik dat plastic voorlopig nog wel bestaat,
Maar als je over 50 jaar Kivo zou bekijken, ja, misschien dat we dan ook andere materialen vervaardigen. We hebben toch een vermogen om te ondernemen en om te organiseren en te innoveren. Dus ik denk wat dat betreft moeten we gewoon wakker blijven. En onze strategie constant aanpassen aan de realiteit.